Zo, goeiedag beste kijker. Hier ben ik weer met een nieuwe video. Vandaag gaan we eens kijken naar de allernieuwste run van GFS. Die zag er eigenlijk niet zo goed uit, maar die gaan we zo dadelijk bespreken. We gaan eerst kijken naar een mogelijk interessante situatie, namelijk morgenavond en morgennacht is er een neerslagzone die vanuit het noordwesten de Benelux zal bereiken en deze kan plaatselijk overgaan van regen naar sneeuw of smeltende sneeuw. Zo, we gaan hier eens eerst kijken naar de kaarten van Arpège om te kijken hoe de nieuwjaarsnacht zal verlopen. We zien dat de nieuwjaarsnacht eigenlijk vrij droog zal verlopen, met uitzondering van plaatselijk nog een spatje motregen of in het zuiden een beetje motsneeuw, zal het grotendeels droog blijven gedurende de jaarwisseling. Dat is toch al goed nieuws, denk ik. Als we dan gaan kijken naar wat we juist mogen verwachten tijdens 1 januari zelf, dan moeten we een beetje verder scrollen, en dan zien we hier vanuit het noordwesten de neerslagzone naderen naar de Benelux toe. We zien dat het eerst en vooral zal gaan om regen. Vooral in het noorden van Nederland is er bijna geen kans op winterse neerslag. Meer naar het zuiden toe, vanaf hier ongeveer, is er toch wel kans op een beetje winterse neerslag. We zijn nu al 18 uur 's avonds, dus de zon is al ondergegaan. Dus hier kan toch wel een beetje plaatselijk winterse neerslag vallen. Hoe meer het naar het zuiden trekt, hoe meer kans er is op sneeuw. Dus we zien hier nu het zuiden van Nederland, als ook het noorden en een beetje ook het noordwesten van België, kunnen gedurende de nacht van 1 op 2 januari toch wel genieten van misschien wat dwarrelende vlokjes. Of die al dan niet blijven liggen, dat is nog een vraag. Dat is zeer moeilijk om te voorspellen in zo'n situatie. Dat zullen we op het moment zelf moeten bekijken eigenlijk. Als we dan eens naar een ander weermodel gaan kijken, ECMWF, om te gaan kijken wat zij zeggen over de neerslagzone van 1 op 2 januari. Dan zien we dat ze de neerslagzone ook op dezelfde moment ongeveer laten komen. En we zien dan dat het hier vooral om het noorden van België, als ook de provincie Limburg in Nederland, ook wel wat sneeuw kan verwachten. Maar die sneeuw, zoals ik al zei, het is zeer moeilijk om ze te voorspellen. Het kan eigenlijk op het moment zelf nog helemaal anders uitdraaien, dat het eigenlijk helemaal niet gaat sneeuwen. Of misschien gaat het zelf nog op meer plaatsen sneeuwen. Het is zeer moeilijk te zeggen. Deze situatie is zeer fragiel. En dat zullen we dus wel... We zullen moeten wachten tot morgenavond zelf om te kijken wat het zal worden werkelijk. Als we dan nog eens een kijkje gaan nemen naar de nieuwste run van GFS, dan zien we dat we momenteel dus de komende nacht en komende dag een beetje koudere lucht krijgen vanuit het noorden, waardoor dus die sneeuw kan komen. Maar we zien dat het hoge drukgebied boven de Atlantische Oceaan eigenlijk echt te snel inzakt. We zien dat het een beetje richting de Benelux komt getrokken, liever. En we zien dan dus zo dat de winterse kaarten eigenlijk volgens de open van GFS totaal van tafel zijn geveegd. We zien de koude lucht veel te oostelijk uitvallen, eigenlijk meer richting Rusland en zo. Dus het ziet er allesbehalve goed uit qua operen van GFS natuurlijk. Ook een nieuwe opbouw van hoge druk boven de Atlantische Oceaan behoort volgens deze operen niet tot de mogelijkheden, omdat er hier toch wel serieus wat geweld op de oceaan is, laten we het zo zeggen, waardoor er dus geen hoge druk kan opgebouwd worden richting het noorden. Dus dit ziet er alvast niet echt goed uit. Als we dan gaan kijken naar de ensembles om te kijken of dat GFS er eventueel alleen voor staat. En dan zien we toch wel dat GFS er vrij alleen voor staat. We zien dat de open run van GFS, de run dat we juist hebben bekeken, toch wel bovenaan in het ensemble ligt. Maar er zijn toch wel meerdere die gaan voor de warmere oplossing. Maar gelukkig zijn er natuurlijk nog weermodellen die ook gaan voor de meer koelere oplossing. Zo, dat was het voor vandaag. Hou zeker onze Facebookpagina in het oog om te kijken naar de laatste nieuwe updates qua sneeuwkansen voor morgenavond en morgennacht. En dan laat mij enkel nog maar jullie een zeer voorspoedig en succesvol 2017 te wensen namens het hele team van Noodweer Benelux. Ik zie jullie graag volgend jaar terug. Dag!